In vergelijking met andere technieken is de haarstamceltransplantatie veel minder pijnlijk, zowel tijdens als na de procedure. Dit is toe te schrijven aan de verdovingstechniek en aan de minder traumatische methode. Wij behouden meer haarwortelzakjes in het donorgebied. Er worden geen hechtingen gebruikt, er zijn geen littekens, de wondjes helen sneller en beter en er is minder kans op densiteitsverlies. Hernieuwde groei in het donorgebied is ongeveer 80%. De grafts passen perfect in het ontvangstgebied. De doorbloeding wordt al binnen één dag hersteld en de wondjes helen zeer snel, zonder littekens achter te laten.